grijpend dat is. Is daar natuurlijk versoepelingen. Maar het ziet er niet stad. Wat zijn de gevolgen? Want je hebt het toch in je hoofd. De collega Bruls hier, burgemeester van Nijmegen, ook voorzitter van de veiligheidsregio's. En die was hier aan tafel en die stelde voor om de jongeren met oud en nieuw iets te bieden. Even kijken. Mensen zullen toch naar buiten willen gaan. Mag je bijvoorbeeld een jongerenbijeenkomst onder begeleiding laten plaatsvinden om ook even wat stoom uit die ketel te laten gaan? Wat is dat, een jongerenbijeenkomst onder begeleiding? Nou ja, dat ze wel buiten kunnen zijn en uiteraard moet het even goed georganiseerd worden. De stemming bij ons als burgemeesters, voorzitter veiligheidsregio is wel van daar moet je wat ruimte aan geven. Je kunt het beter op een goed geleide manier doen dan alleen maar een nulbeleid te doen. Het klonk mij eerlijk gezegd een beetje geïmproviseerd. Was je ook jongeren voorbaan? Willen toch helemaal niets. Juist als het begeleid is, dan willen ze helemaal niets. Dat merken wij als gemeente natuurlijk ook. Dus wij proberen ook wel iets voor jongeren te organiseren. Overigens voornamelijk online. Maar ja, dat is het laatste wat een jongere wil. Precies. Is natuurlijk online met de gemeente. Ja. Dus het blijft moeilijk. De uitspraken, denk ik, van Hubert Bruls zijn alweer van een aantal weken terug. En ik denk dat we allemaal gehoopt hadden dat het aantal besmettingen sneller af zou nemen. En je ziet dat we blijven hangen op een veel te hoog niveau. Dus je merkt aan het OMT, aan het kabinet, dat ze toch alweer de verwachtingen aan het temperen zijn. En eerlijkheidshalve ben ik daar ook toe genoodzaakt. Ja. Ja. Hoe is het nou om de hele tijd tegen... Je zei net zelf hoeveel horeca Amsterdam heeft. Ja. Om de hele tijd tegen die horeca te moeten zeggen... jullie moeten dicht blijven en de winkels mogen open. Het is zo frustrerend. Ontzettend. Ja, ik vind het. Ik heb met name met de horeca in Amsterdam ontzettend te doen. En tegelijkertijd hebben we geen alternatief, behalve ze af en toe wat redelijkheid proberen te bieden. Maar hoe doe je dat dan, redelijkheid bieden? Nou, we hebben bijvoorbeeld een aanpassing in de handhaving deze week gedaan. Iets minder strak, omdat we ook merkten dat dat wel voor heel veel opstand zorgde. Ja, er waren en mensen het ook kinderachtige bekeuringen. Ja, nou, kijk, het ligt niet aan de uitvoering. Dat lag gewoon aan de regels die wij hadden bepaald. Maar dan praat ik met horecaondernemers. Dan zie ik hoe ze worstelen. Ja, en dan zoek je toch ergens wel naar oplossingen... zonder dat je de regels opzij schuift. Want dat kan echt niet. Nee, want wij hebben natuurlijk... Je hebt zoveel dingen ben je verantwoordelijk voor, zeggen ze dan. Ja, de burgemeester dit. Nou, las ik net dat je hebt besloten dat Carré voor Joep van het Hek geen uitzondering wordt. Hij moet toch voor 30 man zijn oudejaarsconferentie. Dat hij wilde het in een kerk veranderen voor één dag. En Joep van het Hek vindt dat jullie niet... Nou, dan zeggen de burgemeester weet helemaal niet hoe het is om te spelen voor 30 man. Dat klopt. Komt al, zover heb ik het nooit gebracht. De burgemeesterconferentie 2021. Ja, precies. Ik denk dat er vijf komen. Je moet natuurlijk ook streng blijven. Terwijl je misschien diep in je hart denkt... Ja, het zou leuk zijn als we een lekkere oudejaarsconferentie hebben. Ja. Ik ben niet bij toeval. Zit ik in deze stad. Ik hou van Amsterdam. En Amsterdam is een stad waar rumoer hoort te zijn. Dus natuurlijk, Carré moet overvol zijn. De cafés moeten uitpuilen. Jongeren moeten 's nachts uit de clubs komen. En dan is het heel vervelend om permanent nee te moeten zeggen. Tegelijkertijd, kijk, voor de horeca geldt. Wij weten dat als mensen een kwartier lang bij elkaar in een ruimte zitten, dat de kans op besmetting toeneemt. Ja. En voor Joep van het Hek, ja, ik bedoel, het is natuurlijk geen leuke boodschap om te brengen. Maar ik heb het eerder vanavond geprobeerd uit te leggen. De stad die peilt uit van de toneelgezelschappen, de muziekgezelschappen, cabaretiers, die allemaal verlangen naar volle zalen. En je kan niemand voortrekken, wil je zeggen? Nee, ik kan niet dan. En dan heeft Joep van het Hek natuurlijk nog het grote geluk dat hij ook televisiepubliek heeft. Ja. Die kan nog een heel groot publiek bereiken. Dat geldt voor de meeste cabaretiers niet. En het lastige is, er geldt dan toch gelijke monniken, gelijke kappen. Op de een of andere manier, als Amsterdam beslissingen neemt, of dat nou door wethouders gebeurt,